Waarom een peuterparty? Een peuterparty omdat feest is. Voorlezen is feest, voorlezen is leuk, voorlezen moet. Maar eigenlijk hoef ik dat niet te zeggen, want elke ouder, elk kind weet dat het gewoon heel leuk is. En we willen hier altijd zoveel mogelijk kinderen verzamelen. En vooral ook ouders die zien hoe kinderen kunnen genieten van een boekje, van voorlezen. Vanaf welke leeftijd is het eigenlijk goed om te beginnen met voorlezen? Oh, heel vroeg. Als een baby geboren is, heel snel kun je praten met je baby, zingen voor je baby. Je kunt er boekjes bij pakken. We hebben van die knisperboekjes. We hebben boekjes met zwart-wit relieftekeningetjes. Die kun je aan een baby laten zien. En dan merk je dat een baby al heel erg geconcentreerd naar zo'n plaatje kan kijken. Ik zie hier ook nieuw materiaal. Ja, dat klopt. Binnen de bibliotheek Oost-Achterhoek hebben we ook het Bieblab. En we hebben heel veel robotjes, dus ik heb vandaag een paar robotjes meegenomen die leuk zijn voor wat jongere kinderen. En wij hebben in Ruurlo en Eibergen op woensdag en vrijdag de Bieblabs. Dus dat zijn eigenlijk, er kunnen kinderen komen en dat is meestal vanaf 8, 9 jaar tot 12 om met allerlei verschillende materialen te werken. Dus we hebben robotjes, maar we werken ook op de computer. We programmeren, we maken verhalen en we gebruiken robotjes om. Wat is eigenlijk de beste tijd op de dag dat je gaat voorlezen voor een kind? Nou, de meeste ouders, denk ik, lezen voor het slapen gaan. Een rustmomentje, een ritueel. Maar het is ook hartstikke leuk om op het moment dat een kind heel druk is overdag even een momentje te pakken van nu gaan we zitten. Even een boekje. Het hoeft maar een paar minuten. Je hoeft echt niet 10 minuten, een kwartier te gaan zitten voorlezen. Het gaat om die paar momenten op een dag waar je even rust kunt pakken. Waarom ben je vandaag hier? Om ik bij de film ben om mappen 1 te kijken. Het werken met robots gaat over taal. Hè. Soms moet je ze programmeren, moet je een speciale taal kennen. Dus dat oefenen we. En je moet met robots kunnen communiceren. Dus op de een of andere manier moet je ze natuurlijk aansturen. Commando's geven. Dus het gaat over taal en communicatie. En robots kunnen je ook helpen om een verhaal uit te beelden. Hè. Dus we maken bijvoorbeeld, de kinderen verzinnen zelf een verhaal. Maken een route die de robot aflegt. En zo vertelt de robot een verhaal. Hoe reageert een kind als je een verhaal voorleest wat best wel een beetje griezelig of eng is voordat ze gaan slapen? Ja, dat is wel een ding. Ik denk dat je als ouder sowieso eerst het boek zelf moet lezen om te kijken waar het over gaat. Zodat je een kind ook een beetje kunt voorbereiden op wat er komt. Dat je het niet te griezelig maakt natuurlijk voor het slapen gaan. En samen erover praten en het gewoon rustig afsluiten. Eigenlijk lopen alle peuterboeken ook goed af. Ja. Dus de Bieblabs nu zijn nog voor een beperkte leeftijd, maar we gaan ook junior Bieblabs opzetten. En we willen ook volwassenen educatie leuke workshops aanbieden. Bijvoorbeeld een programmeren zou dat kunnen. En we maken ook leuke lessen voor school. Dus op scholen in het gebied hier een heel leuk lesprogramma. Oh, Janne, even een heel groot applaus. Ik vond het verhaal wel heel spannend en heel leuk hoor.